Zes fantastische soorten thee om je lichaam te ontgiften. Elke dag worden onze lichamen blootgesteld aan verschillende gifstoffen. Deze kunnen afkomstig zijn uit ons eigen lichaam, veroorzaakt door slechte voeding, of het gevolg zijn van onze omgeving, vervuiling, gasuitstoot enzovoort. Deze gifstoffen kunnen achteruitgang en ernstige schade aan ons lichaam veroorzaken, vooral wanneer we ze niet kwijtraken, zoals wel zou moeten. Dit kan zelfs een stoornis veroorzaken aan de organen die als taak hebben om ons lichaam te zuiveren. Ook kan het de accumulatie van gifstoffen in het lichaam tekorten veroorzaken, met als gevolg. Spijsverteringproblemen, slapeloosheid, diarree, vroegtijdige veroudering, gewichtstoename, vochtretentie, slechte bloedcirculatie, cellulite. Hoewel het onmogelijk is om van alle gifstoffen af te komen, kunnen we een dieet gebruiken dat ons zal helpen om van een betere levenskwaliteit te kunnen genieten. Naast het reinigen van ons lichaam, verbetert een gezond dieet ons totale voedingspatroon en verhoogt het aantal enzymen dat we binnenkrijgen, terwijl het tegelijkertijd helpt om cellen te regenereren. Het is belangrijk om te benadrukken dat, om dit plan uit te voeren, het heel belangrijk is dat je stopt met het eten en drinken van voedingsmiddelen zoals geraffineerde suikers, bloemrode vleeswaren, alcohol, koffie. In dit artikel delen we enkele eenvoudige soorten thee om je lichaam te ontgiften, die je zou moeten opnemen in een detox-dieet. Thee om je lichaam te ontgiften. Groene thee om je lichaam te ontgiften. Groene thee is een drank die rijk is aan antioxidanten en daarom heel behulpzaam kan zijn bij het versterken van het afweersysteem van je lichaam en het voorkomen van aandoeningen als hypertensie, griep, astma en zelfs stress. Het is echt een van de beste soorten thee om je lichaam te ontgiften. Ingrediënten: 1 eetlepel groene thee, 1 kopje water. Bereiding. Leg de groene theebladeren in een vergiet of filter. Zet een pan met water op het fornuis. Zorg ervoor dat het water niet het kookpunt bereikt, omdat het de thee een bittere smaak geeft. Leg het vergiet op de mok die je voor je thee wilt gebruiken. Giet er heet water overheen en laat het 3 minuten trekken. Zoet je drankje desgewenst met een beetje honing. Opmerking: wij raden aan om deze thee voor de middag te drinken, omdat dit slapeloosheidsproblemen kan veroorzaken. Citroenthee. Aangezien het hoge gehalte aan vitamine C bevat, is citroen een uitstekende antioxidant en antiseptisch middel. Het helpt om vrije radicalen te bestrijden, stoffen die veroudering kunnen veroorzaken en kunnen veroorzaken dat het lichaam slechter gaat functioneren. Ingrediënten: 1 liter water, 2 citroenen. We gaan de schil en het sap gebruiken. Bereiding: breng het water aan de kook en voeg de citroenschil toe. Laat het 10 minuten trekken. Voeg na 10 minuten het citroensap toe. Serveer en zoet met een beetje honing, indien nodig. Tijmthee. Tijm heeft antiseptische en desinfecterende eigenschappen. Dit maakt het ideaal voor het verbeteren van de functies van de lever. De lever is samen met de nieren verantwoordelijk voor het elimineren van afval van het lichaam. Ingrediënten: 500 ml water, 2 eetlepels gemalen tijm.
Bereiding. Verwarm het water en haal het zodra het begint te koken van het vuur. Voeg de 2 eetlepels tijm toe. Dek het af en laat 5 minuten trekken. Als de tijd verstreken is, zeef de drank. Als je wilt, kun je het met stevia of honing zoeten. Vlierbessenthee. Deze drank heeft een belangrijke vochtafdrijvende en zweetopwekkende functie. Het versnelt op natuurlijke wijze de verwijdering van gifstoffen uit het lichaam. Ingrediënten: 500 ml water, 2 eetlepels gemalen vlierbesbladeren. Bereiding: kook het water samen met de 2 eetlepels vlierbesbladeren gedurende 5 minuten. Laat trekken tot het afkoelt. Selderijten. Deze plant biedt ons vochtafdrijvende en antioxiderende eigenschappen. Dankzij deze eigenschappen helpt het bij het verwijderen van vloeistoffen en gifstoffen uit het lichaam. Ingrediënten: 1 liter water, bladeren van een hele selderijplant. Bereiding: voeg de selderijbladeren toe zodra het begint te koken. Laat het 3 minuten koken en haal het dan van het vuur. Dek het af en laat 3 minuten trekken. Zeef voor het serveren. Voeg eventueel wat honing toe. Paardenbloemthee. Paardenbloem is niet alleen een antioxidant, maar is ook nuttig als bloedreiniger. Daarbij helpt het de lever te reinigen en beschikt over ontstekingsremmende eigenschappen. Ingrediënten: 1 kopje water, 1 eetlepel paardenbloem. Bereiding: verwarm eerst het water. Voeg de paardenbloem toe zodra het begint te koken. Laat het vervolgens 3 minuten trekken en haal het dan van het vuur. Dek het af en laat het nog 5 minuten trekken. Zeef het en zoet het, als je wilt, met honing. Deze soorten thee om je lichaam te ontgiften staan bekend om hun eigenschappen om je te helpen gewicht te verliezen. Ze zijn echter ook zeer effectief als het gaat om het hebben en behouden van een gezond lichaam dat vrij is van gifstoffen.